Breda Nu. Je weet het meteen. Ja, en we staan hier nu in het kunsthuis in Breda. Klopt, ja. Ik exposeer nu in het kunsthuis. Ik ben net terug uit Antwerpen bij Gallery Louise. En ik wilde eigenlijk mijn serie die in Antwerpen hing ook laten zien aan de Bredana's en wat toegankelijker maken door nu in het kunsthuis te exposeren. Ja, want een bijzonder kunstwerk hangen hier. Kun je daar wat meer over vertellen, over deze serie foto's eigenlijk die je hebt gemaakt? Mijn serie is eigenlijk, de inspiraties heb ik eigenlijk uit het communisme en videogames. Ik omschrijf deze serie eigenlijk meer als een soort van collage. De foto's zijn opgebouwd uit verschillende foto's die ik heb gefotografeerd in Berlijn, Hongarije, Brussel, Antwerpen en Breda natuurlijk. En die zijn uiteindelijk samengevoegd. En wat ik heb willen weergeven is eigenlijk een soort van, natuurlijk de nadruk heel erg op de architectuur van het communisme en het ongrijpbare van het magisch realisme en hallucinaties. Ja. Ja. En daar dan dus ook de combinatie videogames en communisme? Ja, de videogames zit meer in de techniek van de bewerking en af en toe ook kleine verwijzingjes, maar dan moet je wel echt een gamer zijn om dat te kunnen zien, zeg maar. Ja. Je vorige werk was van een heel ander soort slag, klopt dat? Ja, mijn vorige serie was meer de richting van het pictorialisme. Dat is eigenlijk fotografie met kenmerken van schilderkunst. En in die serie heb ik juist helemaal geen gebruik gemaakt van digitaal bewerking. Maar verf en houtskool. En in deze serie is het eigenlijk puur digitaal beeldbewerking. Met natuurlijk fotografie, omdat elk elementje is wel los gefotografeerd. Dus het is niet van internet of zo afgehaald. En ja, uit die serie van het pictorialisme heb ik zeker de ervaring ook deels opgedaan in de techniek die ik hier nu ook een klein beetje toepast in de serie. Het zijn samengestelde foto's. Dat houdt in, het is niet één foto van een object of van een bepaald gebouw, maar het zijn meerdere elementen. Waarin je, zoals je zelf ook al zei, Berlijn met Breda combineert. Hoe ben je daartoe gekomen om dat te doen? Eigenlijk meer omdat heel de tijd naar Oost-Europa reizen is toch kostbaar. Dus ik dacht, ik ga het zelf eigenlijk maken, het decor. En sowieso wou ik het decor maken zoals ik het wilde zien. Dus vandaar dat ik voor de techniek digitale beeldbewerking heb gekozen. Ja. Ja. Ja, er zit een, je zei zelf, het communisme, Noord-Koreaans-achtige sfeer wilde ik graag in mijn foto's weergeven. Ik vind hem heel goed gelukt. Het ziet er echt ongelooflijk goed uit. En dan vertel je over de verschillende elementen die je samenvoegt in zo'n foto. Dat was denk ik wel een hoop werk om te creëren, of niet? Ja, zeker. De eerste beeld, zeg maar, is ook het onderzoek. Daar heb ik zeker wel een jaar over gedaan. Maar er zit dan ook veel pauzes in, zeg maar, om mezelf te zoeken van waar moet ik nou heen. En uiteindelijk, nu ken ik het trucje, zeg maar. Dus nu gaat het veel sneller. Binnen 2 maanden heb ik eigenlijk weer een nieuw beeld kunnen creëren. Ja. En de serie is nog niet afgerond. En ik ben nog steeds eigenlijk volop bezig. En ondertussen komen natuurlijk weer nieuwe inspiraties vrij die ik weer bewerk in de nieuwe foto's van de serie. Ja. Dit is je tweede fotoserie, als het goed is. Hoe lang sta je hier nog in Breda met deze nieuwe serie? Met deze serie hang ik hier tot eind november. Tot eind november kunnen mensen hier nog langskomen, bezichtigen en eventueel je werk kopen. Yes, zeker ja. Ja, kopen vooral.